Ja, deze week gaan we weer samen op tour door de wijk in een nieuwe uitzending van Oude Wester TV. Van harte welkom allemaal. Ga er lekker voor zitten en ik wens jullie heel veel kijkplezier. Ja, we schreeuwen het bijna van de daken. De Rotterdamse Dakendagen die konden dit jaar natuurlijk weer worden bezocht. Met als kers op de taart de Rooftop Walk, waar wij ook even een kijkje gingen nemen. En met alle bezienswaardigheden op de daken natuurlijk was het weer een bijzondere editie. En daarom vonden wij het dus even de hoogste tijd om te praten met de directeur van de Dakendagen, Leon. Ja, wij zijn een stichting die dakgebruik wil stimuleren. Wij denken dat er in Rotterdam heel veel ruimte is. Het is natuurlijk een hele drukke, verdichte stad. Maar er is heel veel ruimte, namelijk bovenop die daken. En dat is hele leuke ruimte en daar maken we geen gebruik van. En wij willen eigenlijk als stichting laten zien wat je allemaal met die leuke ruimte kan doen. En proberen we door middels evenementen mensen daar naartoe te brengen. En niet alleen te vertellen dat er leuke ruimte is, maar mensen laten beleven dat er leuke ruimte is. We hebben elk jaar het eerste weekend van juni hebben we een festival van 3 dagen. Waarbij we altijd iets van 50 daken openen waar mensen allemaal overheen kunnen. En dit jaar doen we iets speciaals en hebben we ook nog een maand lang een rooftop walk. En ja, ik kan me zo voorstellen dat je tussen bedrijven door ook reacties van de mensen krijgt. Hoe zijn die precies? Ja, die zijn uitermate lovend. We zijn echt super blij met hoe enthousiast iedereen is. Je zal het zo meteen boven ook zien. We hebben alleen maar lachende gezichten. En eigenlijk mensen denken dat ze een hele spannende brug gaan doen. Maar die brug is niet zo spannend. En als ze boven komen zien ze dat we een hele tentoonstelling hebben gemaakt. Over wat er allemaal met die daken mogelijk is. En je ziet mensen gewoon ontspannen en lekker rondlopen. Alsof ze door een park heen lopen. Alleen ze lopen gewoon in het drukste stukje van Rotterdam. Alleen dan op het dak. Nou, dat begint dus eerst moet je zorgen dat een dak opengesteld wordt. Dus wij stellen dan, gaan dan een eigenaar vragen, joh, mogen wij dit weekend mensen op jullie dak toelaten? Nou, en soms mag je er 10 mensen op toelaten en dan doe je er een tour overheen. Soms mag je er 50 man op toelaten en dan zorg je dat er bijvoorbeeld een concertje is of iets. En op die manier zoek je voor elk dak uit wat je kan doen. Soms ga je iets kleins alvast vergroenen, soms laat je een kunstenaar iets doen, soms laat je een zangeres iets zingen. Maar je zorgt altijd dat je iets toevoegt aan het dak en iets vertelt over wat het dak potentieel zou kunnen zijn. Waanzinnig uitzicht, moet je kijken. Echt te gek. Het is een uniek inkijkje in de stad Rotterdam. Heeft u de stad Rotterdam ooit op zo'n soort manier beleefd? Nee. En ik woon, nou, ik heb 2,5 jaar gewoond in Rotterdam-West. Maar ik werk al 42 jaar in Nederland, in Rotterdam. En dit is... Ik heb het nooit zo gezien, nooit zo meegemaakt. Verbazingwekkend. Kikken, echt. Geen spijt dat u de Rooftop Walk bezocht heeft dus? Zeker niet, nee, zeer zeker niet. Dit moet je meegemaakt hebben. Dit is heel bijzonder. Locatiemanagers en 6 beveiligers en 's nachts ook beveiligers. Dus het is een heel team wat bezig is en wat ook al een maand bezig is om dit allemaal te doen. En zometeen is het ook vakantie en dan kunnen wij geen vrijwilligers meer bij elkaar krijgen. En ook de stijgerbouwer die het zometeen 3 weken moet gaan afbreken, die heeft ook een planning waarin ze alles moeten doen. Dus daarom, zeg maar, organisatorisch, dat is eigenlijk het grootste probleem. En het feit dat het juist vakantie wordt, waardoor we dat allemaal niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Het is een heel logistiek proces ook. Ja. Volgend jaar is er natuurlijk weer een editie. Dat is nog een beetje ver vooruit kijken. Maar voor de mensen die het dan dit jaar niet hebben kunnen beleven. Waarom moeten zij volgend jaar juist hier naartoe komen? Nou, de vraag is altijd waar ze dan naartoe willen komen. Maar wij gaan heel erg ons best doen om weer hele toffe, leuke, nieuwe daken te doen. Of er dan weer een brug is, weet ik niet. Maar ik denk dat mensen nu ook wel hebben ervaren hoe leuk het is om op daken te zijn. En wij gaan volgend jaar weer daken openen voor mensen om op te zijn. En gewoon hun mooie stad vanaf de daken te beleven. Burgemeester Abu Taleb heeft vandaag een bezoek gebracht aan Delfshaven. Na de coronapandemie natuurlijk. Met welk doel was u hier vandaag? Het is mijn bedoeling om dit deel van de stad 1 keer in de maand te bezoeken gedurende 1 jaar. Dat doe ik samen met een stadsmarinier die hier actief is. En ik wil heel graag in overleg met bewoners en professionals ook kijken wat gaat hier goed, wat gaat hier minder goed en waar moeten we de komende tijd wat meer aandacht aan besteden. Ik ben blij dat ook in september het hele college van burgemeester en wethouders deze kant uitkomt.
Dan besteden we hier een behoorlijk deel van de dag om rond te kijken. Dan kan iedere wethouder kijken wat voor hem in petto is. Ik zie hier een verhard plein wat echt niet meer van deze tijd is, waar veel aan moet gebeuren. Het wordt nu zoals gebruikt als een soort overweg voor een bouwproject. Dus de tijd echt dat hier iets meer moet gebeuren. Maar ik zie hier ook veel saamhorigheid. Prachtige straat. Waarschijnlijk de mooiste en de groenste straat van Rotterdam is hier. Dankzij de groene vingers van heel veel mensen, bijvoorbeeld deze mevrouw. Ze doen hier geweldig goed werk. En waar ik wel op zoek naar ben, is hoe organiseren we meer chemie tussen de bewoners. Dat mensen elkaar wat beter leren kennen. Dat de angst voor elkaar een beetje weggaat. Dat juist mensen hier elkaar tot steun kunnen zijn. En wellicht kan mijn aanwezigheid hierbij helpen om de mensen bij elkaar te brengen. En heeft u in de gesprekken vandaag daar een beetje ideeën over kunnen vormgeven? Ik bespeur dat er veel bereidheid is om met elkaar in gesprek te gaan. Ook mooie dingen met elkaar te maken. En het is voor mij het eerste gesprek. Maar ik ga ervan uit dat mensen met elkaar ook tijdens mijn afwezigheid verder het gesprek voortzetten. Is het nog anders na een coronapandemie om ineens weer zoveel mensen te ontmoeten? Ja, alleen maar omdat de afstand tussen u en mij nu 50 centimeter is. Ja, precies inderdaad. Ja. Kort weer. Ja. Toch wel fijn. Ja, maar goed, de warmte van de mensen. Ik ben een fysiek mens, dus ik hou me wel eens op de schouder. Of ik geef wel eens met een schoudertik. En dat kun je niet doen. Ik ga een rode schouderklopje teruggeven. Dat kun je niet vanuit een anderhalve meter doen. Dus het is fijn om dicht bij de mensen te zijn. De warmte van de mensen ook te voelen. Want dat is natuurlijk ook een manier om mensen te complimenteren. Of te bedanken voor het werk wat zij belangeloos en gratis voor de stad ook doen. Ja. Kunt u zich ooit weer indenken als het terug zou keren om die afstand weer in acht te moeten nemen? Ik mag van ganse harte hopen dat ons niet overkomt, niet nog een keer. En ik hoop en bid dat ons dat niet zou overkomen. En dan tot slot nog even, heeft u nog, we zijn van Oude Westen TV, een boodschap voor de kijkers vanuit dat gebied? Nou ja, dit deel van de stad heeft ongelooflijk veel te bieden. Het heeft ook veel kracht in zichzelf. Het is ook een mooie, diverse deel van de stad. En ik denk dat als we dat verschil verzilveren, dan kunnen we er een krachtige wijk van maken. En het is nu waarschijnlijk een 8. En er is niet zo heel veel voor nodig om daar een 9 van te maken. 8 is goed, 9 is excellent. Dus laten we het proberen. De burgemeester is hier op bezoek geweest in jouw restaurant ook, onder andere. In Gira Besha, als ik het goed uitspreek. Ja. Wat is precies jouw beleving van vandaag als je terugkijkt op het moment? Ik heb eigenlijk Abu Talib 2 maanden geleden ontmoet op een andere bijeenkomst. Toen heb ik hem uitgenodigd om onze wijk te komen bezoeken. Dit is mijn restaurant, ik zit al 3 jaar. Ik vond de meest mooie plek van de Luxhaven. Er moet natuurlijk een en ander gebeuren, maar ik heb hem uitgenodigd om onze wijk te komen. En mijn ervaring is dat het heel snel gegaan dat hij hier is. Ik had niet verwacht dat binnen 2 maanden hij zou hier staan. En ik spreek voor hem met iedereen en tijd geven aan iedereen luisteren. Vond ik wel iedereen bij om die plein mooier te maken. Zodat iedereen prettig voelt en iedereen zichzelf kan vinden in de wijk. En natuurlijk de autoverkeer moet ook aangepakt worden en onder andere. Helemaal hier, dit is een Boswolde-Tusschendijk. Boswolde-Tusschendijk wordt heel veel sociaal gedaan. Bewoners zijn echt betrokken. De macht is bij de bewoners, niet bij de gemeente. Als je bezoeken komen, dan kun je niet als alleen maar mooie dingen praten. Moet je ook gewoon de dingen noemen, de problemen en de mooie dingen. Dus dat hoort wel bij. En we hopen dat voor bepaalde dingen dat de burgemeester toch ons kan helpen. Ja. Dus eigenlijk kort omschreven de approach met elkaar opzoeken. Ja, klopt. Dat is wat wij ons altijd verder kan brengen. Dat je bij elkaar in gesprek gaat en de problemen noemt, maar dan naar oplossing gaat. Zo, wat heb je tegen hem gezegd? Ja, ik weet niet. Gewoon gegroet? Ja, goed. Ja, gewoon goed. Aardig man. Hey, en over Delfshaven gesproken, wat maakt jouw buurt zo mooi? Ik ben blij hier wonen in Mogenwijk. Ik ben hier opgegroeid. Vanavond hebben wij voor jullie hier onder andere in Reggae Nice Ground, Ibex Komodo en de Fire Roots Band. We hebben Empress Blakomolo en de Royal Family. Aimee Shango en de Unstoppable Force Band en Phoenix City Retaliators. We hebben uit Duitsland ook een hele hoop bijzondere selectors en DJ's.
Onder andere Empress Phoebe, Baba Message en DJ Jimmy hebben we, King Toppa hebben wij vanavond voor jullie klaar liggen. Deze heren vragen eigenlijk hoe ze ertoe zijn gekomen om überhaupt muziek te maken en waarom reggae? Of ska zou ik daar eigenlijk moeten zeggen, want jullie zitten meer die kant op. Ja, het begon eigenlijk allemaal vroeger met Madness en de Specials. En er waren Engelse ska bands waar iedereen in mijn generatie helemaal op losging. En toen kon je, later ging ik kijken waar die muziek vandaan kwam en dat bleek dus vroeg Jamaicaanse muziek te zijn gewoon. En het waren allemaal de Jamaicanen die van Jamaica naar Engeland gingen en die hadden een hele mooie mix van muziek. En ja, dat maak ik eigenlijk al 10 jaar nu. Ja, we zijn dit gestart nu ongeveer 2 jaartjes geleden. Album afgemaakt, 2 singles gedropt en over een maandje dan denk ik een EP die uitkomt. Dus ja, met de stappen we voor zijn we nu heel goed muzikaal bezig en klaar voor de zomer in ieder geval. Ik heb niet voor reggae gekozen, reggae heeft mij gekozen. Ik hoor het al vanaf, denk ik, in mijn moeders buik, denk ik. Dus ik ben ermee opgegroeid. Ik heb er niet voor gekozen, het heeft mij gekozen. En ja, je groeit ermee op, je luistert ernaar en het wordt gewoon jouw eigen muziek eigenlijk. Bedankt weer voor het kijken. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug op tv. En tussentijds kun je een bezoekje brengen op onze website www.oudewesten.tv. Wil je de uitzending nog een keer bekijken? Ga dan naar YouTube. En vergeet ook niet een kijkje te nemen op onze socials, Twitter, Facebook en Instagram @oudewestentv. Nou, ik ga even een wandelingetje maken. Tot snel weer, hè? Hoi, hoi!